Ik ken hem al jaren. We zijn begonnen met Timbisa. En dan zegt u, wat is Timbisa? Dat is iets in Afrika. En dan moesten mensen geholpen worden. Ik ken hem van Mexico. Ik ken hem van allerlei dingen waar hij mee bezig is. Als hij iets aanpakt, dan, ja, dan kom je deze man eigenlijk tegen. En die zorgt er dan voor dat alle poppetjes met elkaar de neus dezelfde kant uit krijgen. Het kan soms wat stof doen opwaaien. Het geeft ook wel wat tumult. Maar we komen er altijd uit met z'n allen. Aan de overkant zit Mike Verbeek. Mike, welkom in ons programma. Ik ben al meteen teleurgesteld. Mike Verbeek. Van Dubbeek. Mooi zo. Nou goed, dan zullen we dat corrigeren. Ja, Mike, welkom bij ons programma. Ja, dan loop ik zo op zo'n veerplein. En dan ben ik gewoon even belangstellend kijken naar auto's. En met mijn vrouwtje, omdat we gezellig even aan de overkant hebben gezeten. En gezellig hebben genoten van de bootjes dan de Urkenvaart. Dan weet je wel waar wij zaten. En dan gaan we het even over auto's hebben. Spring ik over het hekje heen. Dan wordt iemand aangesproken. Danny die zegt dan, vind je dat leuk? Danny, zo heet hij toevallig. Je kunt er zo met alles over vertellen. En hij zegt, vind je dat leuk? Zo, ja, vind ik wel leuk. Ik heb zelf ook een Amerikaan gehad. En dan gaat het balletje rollen. Dan stap ik over dat hekje heen. Een paar hondjes die een beetje de security hebben. En dan gaan we komen in de showroom. Nou mensen, ik zal er niet te veel over vertellen. Mike weet er alles van. En dan hoort Mike op een gegeven moment mijn stem aan de overkant. En die denkt, wacht eens, waar ken ik die van? Of zijn vrouw misschien. En die zegt van, aan de overkant, dat moet de bekende jongen zijn uit band. Waar ik ooit eens iets mee gedaan heb. Dus ik stap even naar hem toe. En zo is het begonnen eigenlijk. Dan gaat het als een stormversnelling. Dan gaat het als een soort sneeuwbaleffect. En dan is het in een paar dagen tijd staat er een evenement op touw. Ja, dat is onbegrijpelijk. Vertel, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat weet ik niet of ik het voor elkaar krijg. Ik vind het mooi. Zonder enige arrogantie. Dan staat het in de kracht. Het gaat er ook niet om wie je bent, wel wie je kent. En door de jaren heen, ja, we hebben mensen leren kennen. Met Danny is het heel bijzonder gelopen. Danny die... Een moment, want ik krijg een microfoon in mijn handen. Zo goed. Mooi. Danny had een bijzonder, ja, hoe moet ik het zeggen, een ervaring in zijn leven. Hij is 8 minuten dood geweest, overleden. En dan zegt een ander, ja dag. Ik geloof niet in sprookjes, nou prima. Danny heeft terug mogen komen. Heeft moeten revalideren. Zat in een rolstoel. Zijn geheugen kwijt, zijn spraak kwijt. En als ik hem nu zie lopen. Hij is net 67. Nou, leeftijd is een getal. Want hij werkt enorm lange dagen. En hij heeft zich één ding beloofd. Zolang ik nog leef, ga ik mij inzetten voor minimaal de helft. Voor de mensen die het nodig hebben. Nou, en zo is dat balletje gaan rollen. Hij heeft voor de daklozen in Nederland heeft hij allemaal jassen verzorgd. Hij heeft een container naar India geregeld. En 3 jaar geleden is hij begonnen met een container voor Suriname. Een jaar geleden ben ik aan het Veerplein komen wonen. En goed, we raakten elkaar. We gingen wel eens een bakje koffie doen. En toen vertelde hij over dat project. Ik zei, joh, weet je, ga je helpen. Ja, wat ken jij dan? Ja, dat komt wel goed, denk ik. Kom je nog wel achter? Nou, dat wou ik zo niet zeggen, nee, maar ik denk, joh, weet je. Moest je eens weten. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Maar toen is het balletje gaan rollen. Ik ben werkzaam bij de zorgwinkel Max Vitaal. En we hebben alle leveranciers aangeschreven. En gevraagd van mensen, luister, dit is een project. 550 weeskinderen, minder valide en oude vandaag. En die willen wij een paar mooie dagen bezorgen voor zover als mogelijk met hulpgoederen en hulpmiddelen. En toen was ik eigenlijk, ja, best wel ontroerd. Zoveel als deze bedrijven hebben gedoneerd. Soms met 5, 6 pallets tegelijk. En dat hield in, wij moesten op een hele snelle en korte manier een tweede container erbij hebben. Inmiddels staan er 2 40 voet containers aan de linkerkant naast Max Vitaal. En die hopen, als alles doorgaat, eind oktober in Paramaribo, Suriname te staan. Maar dan moet er nog heel wat water naar de zee om dat te regelen, te organiseren, noem maar op. Wij hebben daar heel hard centjes voor nodig, want transport is gewoon duur. Mulder Transport Urk, die gaat beide containers gratis naar de terminal brengen. Schinkel Urk, dat is een kraanbedrijf, die gaat ze op de vrachtwagens hijsen. Van Wierde heeft meegewerkt, die heeft een lege container gratis hierheen gehaald. En zo kan ik naam op naam noemen.
We hebben een website via Max Vitaal. Als je daar Suriname in klikt, dan kom je er wel achter. Klopt. Daar staan filmpjes. Daar staan de logo's van de bedrijven die inmiddels meewerken. Daar staat het inpakken van de containers met allemaal vrijwilligers. Een erg interactieve pagina. En nu zit ik hier op de renbaan. Uitgenodigd door Jannes. Ja. En omdat we het gesprek hadden, dat is vorige week geweest, denk klopt. Ik. Klopt, ja. Klopt. Want we willen op het Veerplein op 28 september vanaf 1 uur 's middags tot rond 8 uur 's avonds, willen we daar een ontmoetingsplek maken voor oldtimers, youngtimers, Amerikaanse auto's en motoren. Ja. Dus dat is voor ieder wat wils. Wat willen wij hiermee gaan bereiken? Er komt een bandje. Mm-hmm. Er is een podiumwagen inmiddels geregeld. Dranghekken zijn geregeld. Mm-hmm. Toiletten, afzetlint, de vergunning met de gemeente die werkt mee. Snel hè? Heel snel hè? Ja, bijzonder. Supersnel. Dat is echt bijzonder weer. En wat wij willen gaan realiseren is, ik ga daar hamburgers bakken en verkopen. Uiteraard de opbrengst allemaal te goede voor het project, oftewel het transport. Dus als je dit meekrijgt, 28 september, Veerplein Emmeloord. Je bent van harte welkom. Ik hoop natuurlijk dat het droog blijft. We hopen op een hele grote deelname van oldtimers, van Amerikaanse auto's. En Danny van Lenbrae Automotive, die gooit de deuren wagenwijd open, de showroom. Je zult werkelijk versteld staan van de wagens die daar staan. Maar daar gaan we zo meteen nog even over praten. Gewoon eerst even de muziek te draaien. Anders denken de mensen van, we zijn een beetje het verhaal kwijt. Dus gaan we zo meteen naar de auto's, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Kijk, Sander staat keurig netjes open. Naomi, dankjewel. Goed gedaan, meid. Wat een timing. We hadden al eventjes, zegt de techniek, iets eerder moeten stoppen. Maar dat geeft niet, luisteraar. Want dan bent u ook geïnformeerd over alles. En we gaan verder met Mike, die aan de overkant zit. Mike, gewoon net over, over de auto's. Ik ben in de showroom geweest. Wel speciaal. Niet te veel van de stof doen oplichten. Want dan zouden de mensen misschien kunnen zeggen, daar hoef ik er niet meer naartoe. Maar er staan bijzondere auto's, hè? Hoe komt dat zo? Ja, als ik naar Danny kijk en ik heb hem leren kennen, als er één, ja ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen, als er één vakfreak bestaat, dan is het Danny. Niet alleen old school, maar ook op elektronica gebied. Ik merk gewoon, zoals Bentley, Mercedes, Volkswagen, de BMW, alle grote mannen van de importeurs Nederland, die komen bij hem. Ja, en ik hoor dat verhaal. En dan denk je, hoe dan? Ja. Het is een enorme pitbull, maar ook een lopende kennis, dragende kennisbank. Ja. En een mensen, perfectionist, als ik eerlijk moet zijn. Dat zie ik aan hem. Enorm. Ja. Het is, ik heb er een hele waardevolle vriend aan overgehouden. Dat is absoluut. Ja. Een mensenmens die klaarstaat voor een ander. Het geld is het minst belangrijke. En hij wil zijn doel bereiken door een goed product af te leveren. En je merkt het ook aan de klanten. Ja. De reviews op de website. Als ik die lees, dat is typerend voor hem. Prachtig hè? Ja. Ja, je begon natuurlijk, je zei het al, met Max Vitaal, daar zijn wij ook geweest. Daar hadden we ook een prachtige mooie actie over zo'n jaar bestaan. Hebben wij een mooie uitzending en mooie mensen kunnen interviewen. Dan begint het eigenlijk al een beetje met dat gevoelsmatige hè, wat je hebt. Hè, om andere mensen toch blij te maken, een blij gezicht te zien. Je ziet dat mensen op een gegeven moment bij jullie in de zaak, zie je op een bed gaan liggen, die eigenlijk niet veel kunnen. En dat zich toch op dat moment even de prinses of de prins voelen op dat moment. En dat is wat jullie overbrengen. Dat is prachtig. En dat is leuk dat zo'n bedrijf dan onder andere dit ook weer een warm hart toedraagt. Dat er zoveel materiaal al in een container zit. Want is er armoede in Suriname? Weet je dat toevallig? Ja, want anders was ik er niet aan begonnen. Nee. Waar komt het door, Mike? Is het door het regime dat er stands heerst? Nou, het is een samenspel van. Mm-hmm. En let wel, hè, ik zit hier tegenover jou op een stoel in een veilig Nederland. Ja. Als wij klagen, dan klagen we van onze overvloed. Kijk ik terug, ik heb inmiddels 58 landen mogen aantikken. En wie bepaalt armoede? Ja. Als ik nu naar Suriname ga kijken, de inflatie heeft enorm plaatsgevonden. En de mensen moeten werkelijk krabben om rond te komen.
En als ik kijk, wij hebben hier nog een sociaal zorgstelsel. Dat kun je daar vergeten. Ja. Kijk ik naar de ouderen en kijk ik naar de minder valide. Ze worden eigenlijk afgeserveerd en ze mogen het uitzoeken. Ja. Aan de andere kant, en dat vind ik wel weer hartverwarmend. Families die trekken naar elkaar toe. Maar je hebt er ook weer verschillende kasten. En dat heeft te maken met de hindoes. Dus geloofssituatie. De geloofssituaties, maar ook hoe ga ik dat uitleggen? Het verleden waar ze mee groot geworden zijn. Oh ja, de roots waar ze vandaan Juist. Komen. Ja. Ik ben een vreemde, ik ben een blanke. Ik kan dat ook niet helemaal goed onder woorden brengen. Maar dan, Danny en ik die hebben dezelfde slogan. Wij kijken niet naar geloof, niet naar kleur, niet naar ras, niet naar afkomst. We kijken naar de mensen die het nodig hebben. En daar willen we ons sterk voor maken. En als ik dan zie wat er in de container zit aan goederen. Ja, dat is. Noem eens wat bijvoorbeeld. Ja. Wat zit er allemaal in? Noem eens een paar hoofdpunten. Oei, wat moet ik noemen, man? Het is de rollator. Ja. Zowel gebruikt als nieuw. Een paar scootmobielen. Rolstoelen. Krukken. Dan is er een school geweest die heeft. Die krijgt een nieuw interieur. Die heeft me benaderd. We hebben die spulletjes opgehaald. Bankjes, stoelen. Want er is een schreeuwend tekort aan. Boeken. Waarom? Ze willen graag leesboeken. Geen leerboeken, want we hebben een ander leerstelsel als Suriname. Mm-hmm. Dus er is gezorgd voor leesboeken, kleding, schoeisel. Wat nog meer, man? Ik heb fitnessapparaten en apparatuur zonder stroom. Want de stroom is daar anders dan in Nederland. Mm-hmm. Dus het had geen zin om wasmachines en tv's mee te nemen. Nee, nee. Nou, dat hoort ook niet in mijn beleving onder de categorie armoe. Ja, het gaat om noodzakelijke dingen. Ik snap het. Dat. Ja. Ja. Nou, prachtig, dat initiatief van je. Wat is er nodig? Waarom heb jij je met Danny samen en met je omstanders deze actie op touw willen zetten? Want het doet het voor een goed doel. Wat is er nodig, Mike? Als ik nu kijk dat wij... Danny is 3 jaar bezig. Mm-hmm. En... Er zit zo stiekem weg een aardig bedrag in. Het mooie en het dankbare zou zijn als we met z'n allen onze schouders eronder zetten. Het transport naar Suriname per schip, dat kost 6.500-7.000 euro. Mm-hmm. Wat wij nu nog tekort komen. Ja. Vergeet niet, wij hebben het transport naar de terminal, dat wordt nu vergoed. Ja. Dat is een aanbod. Dat is ook al veel. Als je op... Dat is ook niet gratis? Nee. We hebben ambi-status, dus algemeen nut beoogde instelling, aftrekbelasting. Ja. Dus als er iemand luistert en die denkt van, hey, heel graag... Ik ga een deel van mijn pensioen overmaken, of ik ga een deel van mijn erfenis overmaken, dan kan dat. Dat zou heel mooi dan zijn. Dan kan dat, dat is goede gedachte natuurlijk, zou zomaar kunnen. Ja. Dus we hebben, waarom doen we deze actie? Wij willen proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Het is niet alleen de transport, we hebben ook vandaar het havengeld... De invoerrechten. We hebben hele korte lijnen nu met ene meneer Hemant Lesman. En dat is de rechterhand van de huidige president in Suriname. Zo. En die gaat ervoor zorgen dat wij niet of nagenoeg niet aan invoerrechten hoeven te betalen. Dan elke container die de grond aanraakt in Suriname of op welke terminal ook, die moet daggeld betalen. Ja. Wij willen dus zo snel mogelijk schakelen. Ja, spul moet naar het land toe. Hij moet uitgegeven worden. Ogenblikkelijk naar binnen toe. We uitgegeven. Hebben een stuk land. Dat is nu veilig. We hebben een stichting. Dat is gecheckt. Ook veilig. Dat gaat in eigen beheer. Alle goederen worden geregistreerd en gedocumenteerd. En de mensen die het nodig hebben, op vertoon van ID, mogen ze het meenemen. Komen ze het overlijden of hebben ze het niet meer nodig, verplicht teruggeven. Ja, ik heb het helemaal door. Ja, wat een ambitieus plan. Maar het komt er, hè? Het gaat door allemaal, hè? De 28e, bij leven en welzijn. Absoluut. Ja. Wij hopen natuurlijk op mooi weer. Maar... Grote belangstelling, publieke belangstelling is belangrijk, dat die komen. Ja, als ik nu kijk hoe de gons op de lijn ligt en degene die dit meekrijgen, zegt het voort en zet het in de agenda. Wij zorgen voor een hapje, een drankje en de opbrengst daarvan is weer ten goede van het doel. Edwin Lubbe, die komt daar zich vertegenwoordigen, niet alleen met de muziek en het geluid. Heeft ook een enorme achterban, gaat zich er sterk voor maken. Dus ja, joh, weet je, als we allemaal de neuzen dezelfde richting op hebben... Wat ik al zei in het begin van mijn gesprek, hè? Dan lukt dat allemaal, hè? Dan lukt dat.
Nou, ik wil je heel veel succes toewensen. En ja, laten we duimen dat het gewoon voor elkaar komt. Mike, dankjewel voor je bijdrage aan het programma. We zullen er zoveel mogelijk aan doen. Ook via onze mogelijkheden, alle reclame mogelijkheden, jingeltjes, noem het maar op. Om te kijken om het zo snel mogelijk de juiste mensen op de juiste plek te krijgen voor jullie fantastische actie. Namelijk die twee containers die met spoed staan te wachten en te trappelen om naar Suriname af te reizen via de boot. Dankjewel voor je gesprek. Dankjewel, jullie ook allemaal. En vergeet niet op de website te kijken. Alle informatie is daarop te vinden. Ga gewoon naar Max Vitaal en klik maar in Suriname. Je komt er vanzelf. En alles is transparant, hè? Had ik ook gezien. Hè? Dat was ook altijd keurig netjes voor elkaar bij jullie. Hè? Ja, wij dus... hebben, dat is een gevecht. Dankjewel dat je me er attent op maakt. Wij willen van niemand contanten ontvangen. Alles gaat via de bankrekening die ook op de website staat. Aan het eind van de rit worden de boeken gecontroleerd, weer door een of accountant of registeraccountant. En als die handtekening staat, dan pas slaap ik rustig. Ja, okay. Nou, dat komt vast goed, Mike. Ik zou zeggen, jongen, dankjewel. Succes met alles. En er is nog veel in het verschiet. Je moet hier nog even vergaderen, daar nog even een praatje maken. Maar het komt goed, hè? Dankjewel, zeker weten. Oké, dankjewel voor je bijdrage.